mij gewoon even een wandelingetje doen en ik heb hier een mooie jasje. Oh shit, je plant. Ik ken die plant mee. De plant gaat ook mee wandelen. What's up, J-Squad? Goedemorgen, mensen. Allee, goedemiddag eigenlijk. Oh, kijk, een paardenbloemetje. Wacht, I'm gonna take it and I'm gonna do a wishke. Ik wens dat al mijn bezoekjes goed verlopen en dat er nog veel mogen komen. Yeah. Die mensen gewoon niet uitkomen. At least we tried. Het is momenteel 1 uur in de middag. Oh ja, ik heb mijn smink nog niet volledig aan, omdat altijd met een auto ligt weg. Hè? First of all, un peu de parfum. Oei, gelukkig wel. Mijn allervroegste bezoeken zijn om 1 uur normaal gezien. Omdat ik anders geen tijd meer heb voor te editen en zo, snap je? Maar als ik echt om 9 uur zou zijn bij iemand of zo, dan heb ik geen tijd meer om te editen en ook niet om te slapen. Ik heb deze nacht echt weinig geslapen. Ik ben rond 1 uur of 4 kunnen gaan slapen en ik was om 7 uur terug wakker en terug aan het werken. So, yeah. Oké, nog wat mascara. Waarom doen vrouwen dat altijd? Altijd je mond open, hè? Ik ga proberen zonder. It doesn't feel good. Dat voelt echt onnatuurlijk, sorry. Mannen zullen het nooit begrijpen. Net zoals dat de vrouw de man nooit zal begrijpen. Volgens mij zijn wij ook echt gewoon niet gemaakt voor elkaar. Volgens mij moeten vrouwen bij vrouwen zijn en mannen bij mannen. En dan kan eindelijk de wereld op een rustige manier uitsterven. Love that. Geen voortplantingen niet meer. Geen fucking domme mensen die nog geboren worden. Geen moordenaars die nog geboren worden. Geen pedofielen die nog geboren worden. Klinkt goed. Oké, let's go! We starten met stekenen, richtingstekenen en daarna moet ik naar heus de zolder, jongen, waar Reggie woont, weet je zelf. As usual, de mensen van de live wonen in de vlog. Let's go, 10 seconden de tijd. Vanaf nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Maar het is echt heel schudderig, hè. 4, 3, 2, 1. Bent je uw naam tegengekomen, laat het mij dan even weten in de reacties hier beneden. Ik denk dat hij wat tegenwind, hè, gast? Ik weet niet of dat duidelijk was, maar die vogel bleef echt gewoon 5 minuten hangen op dezelfde plek en die was toch aan het vliegen. Echt bizar. Voor mij is hier een rustige buurt. Dat is zo gezellig. Zo'n afgelegen straatje, jot. De persoon waar ik nu aankom is Evita. Mooie naam trouwens. Is het links, is het rechts? Waar is het te doen? Dat weet ik al, denk. Ik krijg zo altijd mensen in een oprit. En ik als in mijn eigen van fuck, als ik net bij het verkeerde huis zit, is echt fucking genant. En dan stond ik gewoon zo random op mensen in een oprit, guys. Hallo. Hallo. Evita? Ja. Dat is een kei mooie naam. Dankjewel. Ik is dat ook aan het filmen. Wij zijn elkaar aan het filmen. Oh, ik heb dezelfde sloeven. Moet ik mijn schoenen aan doen? Oh, nee. Ik heb hier merci's gekregen. Ik zeg het nog, ik krijg overal zoveel koekjes en chips en... Oh, er komt een dieet weer, hè? Allo, ja. Maar ja, dankjewel, I appreciate it. Misschien moeten we dat samen in eten. Het is kei leuk, die lichtjes trouwens. Ja, ik heb die juist omhoog gaan. Ah, echt? Ze zijn vandaag juist toegekomen. Juist die. Er zitten er 2 in de knos. En een knos vol. Ah, en die kunnen altijd warm blijven ook? Allee, altijd aan blijven gewoon, of? Ik kan die uitzetten met zo'n knopje. Maar dat is dun. Ja, ik heb die op Shein besteld. Ah, oké. Okay. Hoe lang duurt dat voordat dat aankomt? Toch een paar dagen. Valt nog mee. Ik dacht altijd dat weken was. We hebben wel echt een Niels de Stadsbouwer, fijn mensen. Het is hier een poster, hier allemaal cd's, gsm-hoesjes, sleutelhangertjes, dingetjes, allee, noem het, kommetjes, allee, noemt dat nou weer, een tas. En joh, het is a lot. Maar ik zie nog geen foto's samen met Niels. Of ik zie er neffen, dat kan ook. Oh, she has that. Dat is keileuk. Dat sport niet op agressief, allee, joh. Yeah. Heb je zelf ook een foto met Niels, of niet? Of heb je hem nog niet mogen ontmoeten, de Niels? Ik heb hem al een paar keer gezien. Ah, oké. Okay. Maar nog niet echt een foto, want in juli was er een concert in Gent, daar ben ik geweest. En dan van de maand was er ook een popcentrum. Daar ben ik ook geweest met mijn zus, maar dat was veel te druk. Ah, maar je hebt niet een foto of zo met hem samen? Nee, of, 3 jaar geleden zijn jij ook eens geweest. Ik heb? Ja. Ah, maai, zeg, we zagen er alle 2 nog serieus anders uit, zo. Ja, just kan me dat herinneren, maar ik kon u wel herinneren, ik zeg het, zo. Wat is dat?
Dat is zo'n spelletje daarvoor te draaien. Mm-hmm. Dat is ook zo'n vraagje. Dan moet je draaien aan dat dingetje. Ja. En het lettertje dat erop komt, moet je een van die twee dingen iets zeggen. Iets vinden daarop. Een huishoudelijk apparaat. En je mag kiezen wat, hè? Ja, dan mocht ik kiezen. Iets wat je in de winter nodig hebt. De K. Een keukenvaatwasser. Ja. Er moet sowieso iets beter zijn. Maar ja, doe maar. Wat dieper. Een stad in Europa of een dier? Ja. Maar dat draait nogal zo. Ik heb een beetje taart gedaan. Een W. Een W. Een walvis. Oh, kan niet zo. Een jongensnaam of een meisjesnaam? Dat is niet zo'n bolletje. We komen op... Wat is dat? Ik zal de S nemen. Ja. Samantha. We hebben een boogschieter in huis, man. Ik zag zo allemaal van die bekers staan hierboven. Ik weet niet of je ze kunt zien. Daarop. En ik vroeg van, wat is dat? En dat blijkt dus boogschieten. Dan zijn we ook beginnen daar zelfs aan. Ja. Dat was zo allemaal. Dat was een sportkamp. Dat is allemaal verschillende sporten. En ik moest dan kiezen uit welke sport je wat doen. Is dat moeilijk? Je moet wel juist mee knoppen, anders kun je blauwe plekken krijgen. Echt? Ja, echt zo hier. Dat zal niet voor mij zijn. Nee, daar ben ik niet een beste in. Trouwens, er is nog een poster daar van Niels Stensbouwer. En in de kast zijn er nog twee, maar die moeten nog opgehangen worden. En ik zie hier zo keiveel dingen in die camera. Dat is hetzelfde als bij mij zijn, zoals dat spiegeltje hierachter. Er is zo'n balsem daar dat daar ligt. Die lamp dat daar aan het schijnen is tegen het plafond. Supermooi trouwens. Ik heb dat thuis ook. Alleen ja, dat flikkeren vind ik zo wat minder, maar dat kun je wel afzetten. Ja. En dat speelt ook muziek af. Zo van die natuurgeluiden en zo, is dat zeker? Is dat niet? Nee, je kunt Bluetooth. Ja, bij mij is dat enkel zo van die basisgeluiden, denk ik. Nu is het richting Limburg. 2 uur rijden. En dan I'm there. Maar die zon schijnt echt vers in mijn ogen. Hallo! Alles goed? Ja. Ja, ja, goed, hè? Hallo. Hey. Je bent zo bekend dat gewoon voor gewoon een simpele persoon te zijn. Maar dat is fijn als je zo bent, weet je. Ja, dat is wel. Je hebt kei schoon haar. Dank je. Is dat van je eigen volledig? Ja. Ja, ik heb ook normaal. Die krullen, mensen. Jouw krullen van je eigen? Normaal ook. Normaal wel, maar ze stelt dat. Het is goed voor je haar, joh, dat ook zo, man. Wij gaan even een wandelingetje doen en ik heb hier een mooie jasje. Oh shit, je plant. De plant gaat ook mee wandelen. Ik heb hier even een jas gepikt. Die kan ik wel zo bij je teruggeven. In tegenstelling tot andere kleren dat ik leen van vrienden en zo. Kinderen, ik geef dat echt nooit terug. Gewoon ik zo uitgeput sinds ze biedt, of valt het mee? Nee, dat is maar hier zo. Ja. Deze is hun tuinhuis, mensen. Stel je voor. What the fuck? Het is de muze en de watertoren. Oh, ik heb zo'n goesting om daar naar binnen te gaan, hè. Maar ja. Ja, dat deden we altijd. Maar nu dat is gevaarlijk, hè? Daarboven ben ik wel eens geweest. Ja? Dat is nu allemaal gewoon afgesloten, omdat nu die muizen is gekomen, zijn meer camera's gekomen en van die dingen. Dus gaat het allemaal niet, want deze hekken stonden er eerst niet en die boompjes hier ook niet. Dus konden wij er echt makkelijk in gaan. En die hekken daar, die bruine, die stonden daar ook allemaal niet voor komen. Ja, maar dat is gewoon heel gevaarlijk, hè. Dat is echt een bouw, hè. Dat kan gewoon... Maar als je er echt al één stap zet, dat kan al in storten. Dat wil ik zeggen. Ja, ja, ja. Je zit hem in een blaffer. Wie is er om? Zeg, maatje. Yes. Zeg maatje. Ja, die moet even schrikken. Ja, ja. En dan doet hij normaal gezien aan tijd wel normaal. Hey. Maar die is gewoon heel hevig daarom. Ja. Dus kijk, 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 die doet. Ja. 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 Mijn schattige zeg. Die komt uit Italië. Ja. Ik krijg zelf gemaakte tiramisu voorgeschoten. Ik ben benieuwd. Oh my, nog geen beetje. Oh, ja, ja, dat ziet er goed uit, maat. Dat is zo niet goed voor mijn lichaam, deze. Jammer. Maar mijn gemoedstent wordt er wel beter door. Oh my, ik zou dat gewoon uit die schaal willen lepelen. Op dat punt zit ik gewoon. Ja, wacht. En mama, waar is zo die dingen? Dat is echt precies zo'n tiramisu lasagne of zo, dat ligt. Mocht je zo'n grote wilde? Doe maar een stukje. Ik ga eerst een stukje en dan nog een stukje misschien. Wacht, ik ga die al zo'n beetje... En daar is, was er ook gedaan, maar zo cacao. Nesquik, hè, cacao. Oh, goh. Echt, dat ziet er goed uit. Oh, ziet er uit. Oh my god. Dank u wel. Je hebt dat helemaal zelf gemaakt, hè. Ja, ja. Ja, voor mij. De eerste hap is een feit. Ja. Mm.
Het is echt goed, wat brengt. Het is echt goed. Zo smeug. 3 keer raden welke TikTok dat we gaan doen. Ik heb die echt letterlijk aan met iedereen gedaan. Dat is gewoon omdat het de gemakkelijkste is en je moet daar eigenlijk in principe niet veel voor kunnen. Dus. Oké, let's go. Hè. Maar wat wil jij dit doen? Alleen maar mooie poezen in mijn vlog tegenwoordig. Hey. Hoeveel jaar is die? 3 of 3 jaar. Maar die zijn allemaal zo vol, jongen. Ja, maar die hebben bij de McDonald's gevonden. Oh, ik dacht, je werkt. Zo'n kat bij de McDonald's gewerkt. Zou het zijn? Ja, maar die is schrik van de hond altijd. Ja, kat en hond, kat en hond. Goed, kan vertrekken. Ja, dat was leuk. Ik vond het ook gezellig. En ik heb lekker gegeten. Dank je voor de tiramisu. Dank je wel. En ik ga hier in de buurt nog even een adresje doen. En dan ga ik richting huis rijden. Ik wou een shout-out naar Thomas, Amber en Daan. Omdat die graag in de vlog worden komen. Ah, voilà. Dus bij deze, dat is gelukt. En naar mijn vriend ook natuurlijk. Oké, goed. Thanks. We zijn nog altijd in Heuzenzolder en ik ga direct aankomen bij het volgende fanneke. Dat was hier 2 straten vandaan, van de vorige. En die staan normaal gezien buiten te wachten. Dus. Het is ondertussen ook weer al donker. Al lijkt het precies op mijn camera niet donker. Ik had dat gisteren ook en ik zei het dan in een vlog van ja, zoals je kunt zien is het donker, maar het leek zo nog kei licht buiten terwijl het echt pikken donker was, net zoals nu. Dus ik weet niet hoe dat deze er op beeld uitziet. Wacht, ik kom met een camera. Nee, deze is volgens mij wel heel donker. Ik ben aangekomen en er zijn traantjes gevloeid. Ik kwam met mijn auto en die liep naar mij en die nam mijn vest. Dat is echt super, super schattig. Dus ja, we gaan ze werd klaargelegd. We gaan Pictionary en nog wat vragen, opdrachten doen eigenlijk. Ja, gewoon. Dat zijn opdrachten voor als je iets niet gaat. Ah, ja. Oké, nice. Ja, waar is dit? Ja, daar zitten vragen. Ah, de vragen. Oké, nice. Daar komen de vragen. Wat zou je doen als je 's nachts opgesloten zit in de IKEA? Ik zou naar het magazijn gaan en ik zou heel veel dingen kopen. Zonder te betalen. Pieken dus. Ik zou heel veel dingen kopen zonder te betalen. Dat is niet kopen, hè. Ik zou het beste bed uitzoeken met een beste matras en echt de nacht van mijn leven en gewoon slapen. Dat zou ik echt doen. School of werken? Ik denk werken. Maar dat is gewoon omdat ik mijn job graag doe. Maar ik denk als ik zo'n job zou doen dat ik niet graag doe, dan zou ik eerder school kiezen, denk ik. Zou je liever onzichtbaar zijn of kunnen teleporteren? Onzichtbaar zijn toch? Ja, dat is cool, hè? Want dan ga je gewoon even rustig een winkel binnen wandelen en roep je die even rustig leeg. Dan niet alleen, je kunt je vrienden bespioneren en ja, niemand kan nog roddelen over je, want je hoort alles wat hij achter je rug zeggen en zo. Ja, dus, dat heeft heel veel voordeel. Dat is echt. Als je miljardair was, wat zou je doen voor de rest van je leven? Ik zou een wereldreis doen. Voor de rest van mijn leven. Het is gewoon een levenswereldreis, dat zou ik doen. Wat is de domste mop die je kent? Waarom kan een boom niet voetballen? Wacht, laat mij gokken, wacht even. Hè. Waarom kan een boom niet... Omdat hij geen voetje heeft voor te shotten? Nee, omdat hij geschorst is. Ah ja, just, ik heb die al gehoord, inderdaad. Wat is je grootste blunder? Oh, ik heb er wel veel, maar ik was ooit op de Meir in Antwerpen aan het wandelen met van die naaldhekken. En er waren van die kasseistenen. En op een gegeven moment komt mijn hek vast te zitten in de grond. En ik stap verder met 1 schoen aan. Dus die andere schoen bleef daarin vastzitten. En mensen waren gewoon aan het kijken en aan het lachen. En ik had zoiets van, help dan toch. Dus ik was op een gegeven moment echt zo aan het trekken om die schoen voor die uit de grond te krijgen. En dat was echt super gênant. Ook als je zo met iemand samen bent, valt dat mee. Maar als je alleen bent, is dat echt gênant. Ja. Als je een papegaai zou hebben, wat zou je hem leren zeggen? Daar kan ik niet mee. Misschien moet ik echt een papegaai nemen en die dat leren. Dat zou kei grappig zijn. Zo van, daar kan Jamila niet mee. Ja. Mensen, ik moet dit tekenen. Dit, dat groen. Dat is toch onmogelijk? Dus dat kun je niet echt tekenen. Dus ik dacht, ik ga met woordspelingen werken. En nu heb ik deze. Ja, je ziet het niet zo goed. Ik heb een hand met nog iets en nog iets. Maar ja, dat kan er niet echt aan uit. Ja, ik zie echt niet wat het is. Je ziet een hand, hè? Wat zie je er nog? Een douchekop. Wat een douchekop? Nee, dat is geen douchekop. Goed kijken. Als dat een hand is en je ziet hier een streepje en hier druppels, en wat is dat dan? Een ring? Nou, wat? Met water. Een ring met water. Nee. Bloed? Met een plakker? Bloed? Het is bloed. Een mes met
In je vingers snijden. Ja, maar nu moet je echt helemaal out of the box denken. Je vinger af. Nee. Het hand. Wat? Het hand. Hand. De hand. Hangt. Dot. Ik moest deze tekenen, vol bloed. Dus een half bloedje, een vol bloedje, snap je? Maar ja, ik dacht van, hun hand hangt vol bloed, snap je? Dus... Yeah. Ja, sla ik dicht nergens op. Ja, dat is niet echt een. Ja, het is ook niet gemakkelijk, zo. Maar ik ben ervan overtuigd dat het van u niet beter was. Dan ik moet denken dat dat gewoon haar is en geen krulk is. Ah, oké. Oh ja, de armen. Ook nodig natuurlijk. Een sportman. Een persoon. Ja, het is een persoon. Ah, een persoon. Het is, nee, het is een persoon, maar het is niet het antwoord. Ah. Wacht, ik ga proberen wat gedetailleerder te maken. Je moet tijd is bekend op, hè. Ik weet het. Nee, het is gedaan. Wat was het? Mezelf. Hoe? Mezelf. Uzelf? Ja. Hey, dat is niet gemakkelijk, zo. Ik weet niet hoe ik dat moest doen. Dus wat staat daar? Ja, gewoon letterlijk ik. Alsjeblieft. Jij begint altijd met hetzelfde en daaruit bouwde jij iets nieuws op. Dat is echt zot. Is dat nou weer een persoon? Dat is al een derde persoon dat die tekent en die hoofdtekening dan nog weet waar hij om tekent. En dat kan toch niet zoiets. Aangeven. Een drive-in. Nee. Een garçon. Ja, echt? Nober. Nice. Ja. Kijk, ik moet mijn ogen dicht doen. Dan gaat iets komen. Wacht, hè. En je hebt... Oh, van lopen. Oh. Amai, echt zo'n heel pakketje. Hoe tof is dat? Wat zit daar allemaal in? Ja, vanochtend. Noten, koekjes. En dat zijn pralinekjes. Oh, goed. En wat zit daar van achter? Is dat chips? Dat zijn van die mini-muffins. Dat is kei tof, denk je wel. Ja, oh, dat is echt leuk. Ja, we wisten niet wat je dronken. Hè? Dus we hebben wel rosé gepakt, ja. Ah ja, ja, ik drink zelf niet met mijn huisgenoot drinkt. Dus die gaat dat zelf wel... En nog een kaartje erbij. Moet ik dat thuis lezen of moet ik dat hier? Dat maakt niet uit, want dan... Ja, liever niet voorlezen. Ah ja, oké, maar dan ga ik het privé doen. Nee, echt super lief, merci. Ik kan u er een dikke knuffel voor geven. Dank u. En dank u voor het leuke ontvangst. Maakt niet uit. Jij ook, dank u. Ik veronderstel dat je er wel deel van uitmaakt. Ja, ja. Ze wisten niet wat ze moesten inleggen. Ah, je hebt echt helemaal zelf samengesteld, ja, ook. Ja. Dat is kei top. Ik ging normaal gezien een kwart na thuis zijn en ineens mijn GPS blijft mij verkeerd sturen. Of die stuurt mij elke keer terug. Zo, op een gegeven moment ben ik gewoon mijn weg aan het volgen. En dan in één keer zegt hij na fucking 20 minuten van, ah ja, terugdraaien. The fuck. Dus in totaal heb ik 3 kwartier langer gereden. Dus ik ben letterlijk 3 uur onderweg geweest nu. Alsjeblieft. Maar goed, ik kan de vlog hier afsluiten zodat ik thuis kom en direct kan beginnen. Want ik wil echt mijn nest in. Ik hoop dat je het leuk vond. Zo ja, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hope to see you guys there. En dan zeg ik zoals tegenwoordig, adios.